Ik ga deze zomer met Anouk naar de camping en dat betekent natuurlijk dat we spelletjes gaan spelen. Dan wil ik wel graag winnen, dus ik heb met Dave van Ravensburg afgesproken die mij de nieuwste spellen laat zien voor jong en oud. Dave, het campingseizoen is begonnen en dat betekent natuurlijk lekker spelletjes spelen. Ja. Welk campingspel kan jij nou aanraden? Nou, ideaal voor op een camping is een kaartspel. Lekker makkelijk, overal te spelen. Wat is wel belangrijk hè, voor campingspellen, dat ze compact zijn. Nou, je hebt al wat dingetjes klaargelegd. Ik kan heel slecht tegen me verliezen. Hè? Dat is mooi. Dat is mooi. Ik win graag. Leuk. Hartstikke leuk. We spelen het nu met z'n tweeën, maar met hoeveel spelers? Vijf maximaal. Dit is wel een familiespel, hè? Ja. Het is natuurlijk op de camping ook wel lekker als je gewoon even je kinderen een spelletje kan geven. Voor op de camping hebben we een Tiptoe, moeten we maar eens even naar kijken. Kijk, Dave, deze ken ik nog. En handig, want op de camping van een markeringje voorzien, dat je ze niet kwijt kan raken, neem ik aan, toch? Nee, de stip is eigenlijk om te voldoen binnen het Tiptoe concept. Het is een interactieve, slimme stift die in combinatie met de stip geluiden kan produceren. Binnen het hele concept hebben we spellen, boeken, puzzels en ook een globe. Waarbij alles wat hij ziet, daar kan hij geluid bij produceren. Als voorbeeldje, bij elk dier zit netjes een kaartje met de verschillende mogelijkheden van tippen. De eerste is de ontdekkermodus. Als ik nu op de stip tip, geeft dit geluid van een paard weg. Zou ik naar de tweede gaan, naar de wetenmodus. Wat er dan gebeurt, is dat hij over het beest informatie geeft. Het is een encyclopedie in een klein stiftje. Eigenlijk wel. Carla heeft net jongen gekregen. Waarom de moeder van Marie zo vroeg opstaat, vertelt ze je als je haar aantipt.